nemen het altijd maar voor lief wat op ons bordje ligt. Maar boeren moeten daar hard voor werken en ook flink wat kosten voor maken. Ja, daar hebben wij vaak helemaal geen weet van. Daarom deze week op dit tijdstip aandacht voor het boerenleven. Want wat kost dat allemaal eigenlijk? Vandaag de tractor. Iemand die daar alles over weet is Ivo de Wit van Koop van der Wal. Die is gespecialiseerd in grote en kleine tractoren. Goedemiddag, Ivo. Goedemiddag. Ja, een gemiddelde auto, als we die nieuw zouden kopen, dat kost ongeveer tussen de 16.000 en 20.000 euro. Dat denk ik. Wat kost een nieuwe tractor eigenlijk? Nou, een nieuwe trekker die kost op dit moment tussen de 80.000 en de 250.000 euro. Ja, dat is toch een hele andere klas. Onze mond valt hier bijna open van verbazing. Nou, bijna letterlijk ongeveer. Jeetje, wat een geld. Ik denk alleen maar, hoe haal je dat eruit in de werkzaamheden? Ja, want hoe lang doe je ongeveer met een trekker? Nou ja, je doet ongeveer rond de 10.000 uur met een trekker. En daarbij heeft de trekker ook nog best veel onderhoud nodig. Dus het is niet zomaar de eenmalige aanschaf. Maar het is natuurlijk ook zo dat alleen met een trekker kun je nog niets. Je hebt daarbij ook nog werktuigen nodig. Nou, die werktuigen die zijn ook heel erg kostbaar. Dus er moet inderdaad heel wat gebeuren voordat er een stukje vlees of groente bij de consument op het bord komt te liggen. Daar hebben heel veel mensen geen weet van, inderdaad. Nee, dan is het eigenlijk maar gek dat wij soms maar 2 euro betalen voor een kilo wortelen of zo. Ja, maar dat is in principe ook niet goed. Eigenlijk zou dat ook veel duurder moeten zijn. Ik denk dat wij in Nederland in staat zijn heel goedkoop voedsel te produceren voor met superkwaliteit. Ja, goed, dat kan alleen maar omdat onze boeren enorm efficiënt kunnen werken. En nou goed, met alle bijhorende kosten is dat af en toe natuurlijk niet makkelijk. Nee, dus tussen je zei het al, hè, tussen de 80.000 en 250.000 euro een trekker. Is er dan, want 250.000 euro, dat klinkt alsof er voor een soort Lamborghini onder de trekkers is. Ja, dat is dan ook wel een grote trekker, hoor, daar niet van. Maar uiteindelijk, het is en blijft een trekker en je hebt hem nodig om je werkzaamheden te doen. En het is natuurlijk niet zo dat je een trekker van 250.000 euro koopt om er vervolgens ook geen werkzaamheden voor te hebben. Dus het is ook een beetje inherent met het aantal vermogen wat je nodig hebt. Dus als je een grote trekker nodig hebt, dan moet je inderdaad wel echt richting die 200.000 euro gaan praten. Om natuurlijk een beetje capaciteit te behalen op het land en voldoende paardenkrachten te hebben. Hè, voldoende vermogen. Maar dat is gewoon een prijs van een huis. Hoe betalen boeren dat? Zoveel mogelijk en voor zo weinig mogelijk kosten proberen iets te produceren. Komt daarna dan toch? Je gaat daarna aan het werk met die trekker, maar je moet dan ondertussen wel eerst die trekker betalen. Kijk, als je op dit moment bekijkt dat de wortelen natuurlijk bijna niets opbrengen, dan kun je natuurlijk eigenlijk nog geen trekker van 10.000 euro ervan betalen. En dat is eigenlijk wel een hele trieste zaak. Hè? Dus wij In feite hebben wij die trekker wel nodig en we hebben wel opbrengsten nodig om de kosten te kunnen betalen. Dus dat is ook een beetje wat de politiek met ons wil gaan doen. Als de politiek ervoor wil gaan zorgen dat natuur belangrijker is dan voedselproductie, ja, dan kan straks een trekker van 10.000 euro niet meer uit. En dan moeten we allemaal met paarden gaan werken. Maar zie je dit in de verkoopcijfers ook terug? Dat boeren steeds minder vaak een dure trekker kunnen betalen? Ja, in feite wel. Kijk, onze kosten gaan er maar wel door. Als de producten, de wortelen op dit moment niets opbrengen, ja, dan ga je als boer zijn, dan ga je in plaats dat je iets verdient, ga je erop achteruit. Hè? Dan kost het je geld. Ja, daar kun je niets van kopen. En natuurlijk zijn er ook wel gewassen die wel geld opbrengen. Maar ja, in ons vak zien we wel dat wij doen wereldwijd tractoren verkopen. Wij zien dat je de rest van de wereld, dus buiten Europa, dat eigenlijk die markt best wel goed loopt. Wij doen best wel veel handel Zuid-Amerika. Ja, dan denk ik dat wij dan als Europa zijn iets fout doen. Wij prijzen ons wat dat betreft een klein beetje uit de markt. Maar betekent dit dat de boel in de supermarkt, dat wij er gewoon te weinig voor betalen als consument? Of wat gaat er nou precies mis?
Ja, eigenlijk komt het er wel een beetje op neer. Of er is een tussenhandel die er heel veel geld aan verdient. Maar inderdaad, het zou veel beter zijn als dat patatje bij de snackbar 1 euro meer kost. Of dat het pakje melk in de supermarkt 1 euro meer kost. Maar goed, weet je, het is natuurlijk voor de consumenten, het is het gas, het is de benzine, het is allemaal maar een plus plus.